Hoi, ik ben Louis la Rooy. Ik ben druk bezig met een blaassessie. Niet alleen maar blazen, ik werk vanuit vlakglas. Ik heb een combinatie eigenlijk in mijn werk van vlakglas en geblazen glas. Dat wil zeggen, ik snijd van gekleurd glas mijn basisconcept. Dat fuse ik in een oven en dan heb ik eigenlijk dus het kleurconcept en de applicaties, die heb ik allemaal klaar. Vervolgens neem ik die mee naar de hotshop en daar heb ik een fantastische blaasploeg. We bestaan uit 6 mensen: Richard, Gert, Joshua, Ger, Frederik en Maurice. En we zorgen dan eigenlijk dat de platte stukken die ik gemaakt heb driedimensionaal worden. Dus dat impliceert dat we een dikke klodder glas bovenop mijn platte gekleurde schijf zetten. En die modelleren en ook dan de applicaties toevoegen, zoals oren en dat soort dingen. We werken ongeveer een uur aan een stuk en ik heb 6 à 7 stukken voorbereid. En nadat het stuk klaar is, gaat het de koeloven in. En aan het eind van de dag stellen we een programma in de koeloven voor het afkoelen. Dat duurt ongeveer 10 dagen. Ik ben inderdaad begonnen met veel abstractere koppen, waar hooguit een suggestie in zat van het zou een kop kunnen zijn, het zou een lokhaar kunnen zijn, er zou een oog kunnen zitten. En op een of andere vreemde wijze ben ik een beetje truttig en en maak nu overal oogjes en zelfs wimpertjes en zet wat details erin. Dat zijn gewoon golven die in je werk zijn. Misschien dat ik over een half jaar het weer helemaal anders aanpak. Op dit moment voel ik me er wel gelukkig mee.
begon natuurlijk met een rollentechniek en dat, dan blaas je eigenlijk de vormen op, dus echt mijn holglas. Terwijl de laatste tijd is toch wel een kwestie dat ik meer sculpturaal bezig ben met dikke, massieve stukken. En ja, ook dat zijn weer ontwikkelingen waar je op een gegeven moment happy mee voelt. Het is natuurlijk een totaal andere aanpak als je blaast, waar je de vormen veel meer deformeert. Terwijl sculpturaal eigenlijk ja, toch een soort beeldhouwwerkje eigenlijk wordt. Het is een totaal andere aanpak. En ik heb natuurlijk een goddelijk team om me heen die me daarbij helpt. Dat, daar moet ik wel een bedankje voor uitspreken natuurlijk. Zo'n projecten die ik maak zijn absoluut niet in je eentje te realiseren. Het is een fantastische plaagploeg, een fantastische man die het afwerkt, een fantastisch atelier. Dus daar heb ik wel een geluk in. Na 10 dagen komt dus het glas uit de koeloven en we beginnen met het cold work. Dat is nog een compleet proces. Dat impliceert zagen, slijpen, polijsten, zandstralen, schilderen. Ik zet er nog zulke gevuurde elementjes bovenop, zoals ogen en dat soort elementen. En, ik doe dat onder de bezielende leiding van Paul Groot, dat is eigenlijk de meester slijper hier. En, ja, zowel het zijn inbreng als de inbreng van de blazers zijn toch belangrijk in mijn werk. Zonder hun assistentie krijg ik zo'n project toch niet voor de grond. Ik heb nu 6 à 7 stukken gemaakt. Ik heb er inmiddels 2 afgewerkt. En aan het eind van de week hoop ik klaar te zijn met alle andere stukken. En die gaan dan rechtstreeks naar de galerie. En ja, vervolgens ga ik dan weer nadenken over de volgende sessie. Want ja, klas, it's a way of life. We'll be right back.
Ja, zoals je ziet zijn de stukken nu klaar. Ik ben er wel gelukkig mee. Het is een geen zware kost. En zoals jullie kunnen zien gebruik ik een kleurig palet. Er zit een touch van humor in mijn werk. Hier en daar zelfs iets cartoonesk. Dat wil echt niet zeggen dat we de hele dag ruikschuddend in de atelier rondlopen. Ik ben best serieus met de stukken bezig. En er gaat ook de nodige tijd in zitten. Toch hoop ik dat het de uitstraling heeft dat ik een stuk eigenlijk in 5 of 10 minuten gemaakt heb. Een hele snelle kleurige expressie met glas, in glas. Dat is eigenlijk mijn eindwens. En ja, ik denk dat ik als een aardig stuk erbij heb zitten. Er zit natuurlijk altijd wel iets in dat je zegt, dat zou ik de volgende keer weer wat anders doen. Maar ja, dat is inherent aan het type werk. En ja, tot slot zou ik Maurice willen bedanken voor het maken van de film. En ik hoop dat het bijdraagt aan de toelichting. Of hoe ik mijn werk maak.